Welkom terug bij AJ. En ja, het moet gezegd zijn, iedereen heeft er schrik van. Milk. Inks. Ja, het is zo. Ja, maar wij niet, maar iedereen die met jullie genomineerd is. Maar het is wel zo, jullie hebben net een concertreeks van 6 optredens erop zitten. En mensen hebben jullie deze ochtend nog uit de carré weten kruipen. Zijn jullie nog wel gemotiveerd? Dus, vandaag is het vandaag. Nee, ik moet eerlijk zeggen, we hadden gisteravond dus hier ook al de laatste show. En dat was het is nu gedaan met de blackouts en we zijn naar de carré geweest. En het was eindelijk afterparty en alles is dus losgekomen. Maar ik moet zeggen dat... Vreed goed losgekomen. Ja, we zijn nog een beetje gebakken zo. Maar het gaat, we zijn nog altijd in vorm hoor, voor vanavond. Zeg, maar dat mag hè, 6 optredens hier in het Sportpaleis. Hoe blik je erop terug? Ja, dat was ongelooflijk hè, van het eerste concert tot het laatste concert. Gewoon al die handen in de lucht. Zelfs bij het eerste nummer al, alleen voordat dat het concert begon. Hè. Ongelooflijk. En dan met al die witte handschoentjes, dat was echt heel leuk om te zien. Maar we zijn gewoon een verwend groepje, want het publiek, dat is abnormaal. Dat is heel dankbaar, hè? Ah, dat is fijn. Dat is echt fijn. Zeg, en staan de optredens, de concertreeks voor volgend jaar, staat die ook al vast ineens? Ah ja, jullie kunnen al tickets kopen, als ik me niet vergis, voor vrijdag en zaterdag. 23, 24 september of 24, 25, ik weet niet wat juist is, maar sinds die vrijdagen in september zijn al in verkoop. En er zijn al mensen die het zo leuk vonden dit jaar dat ze onmiddellijk al tickets gekocht hebben. Waarvoor dank. Ja, absoluut. En zeg, Clouseau, die voelt ook al de hete adem van Milk Inc. in hun nek. Want die hebben er tot nu toe nog maar 5, hè? 5 concerten gepland. Ja, maar ik denk dat die nog maar juist bezig zijn. Dus ik denk wel dat dat nog gaat stijgen. Zo. Maar ja, sowieso, ze hebben er altijd superveel. Hè? Dus die moeten niet bang zijn. En jullie zijn vandaag 3 keer genomineerd in Best Dance, Best Live en Best Video. De welke wil je echt hebben? Ah, wel. We hebben bijna onze hele liveband is ook hier. En het zou voor de mannen toch wel heel fijn zijn na alle repetities en werk en miserie en stress dat we Best Live zouden hebben. Maar natuurlijk, dat is een heel dikke award. Dus we zullen zien. Vorig jaar hadden we hem. Dus ik hoop het misschien voor de mannen dat we die hebben. Ja. Zeg, het zou toch wel jammer zijn mochten jullie dit jaar Best Dance niet winnen. Jullie hebben al zo vaak gewonnen. Maar ik moet toch wel zeggen, jullie hebben wel geduchte concurrenten dit jaar. Let's Go, Silver en Anna Grace. Het zijn niet de minste, want ze hebben echt goed gescoord. Maar wij gunnen die dat ook. Hè. En ik vind het leuk, want dat is 2 jaar denk ik geleden dat we nog met hen genomineerd zijn. En dat was altijd plezant samen. En voor ons zijn dat geen concurrenten. Hè. Dus ik gun het hun liever dan een andere dance concurrent dan ja, die we niet zo goed kennen of zo. Ja. Hoe is dat eigenlijk zo tussen die dance babes, Linda? Ben jij goed bevriend bij zo Sylvie en Jelle en Annemie, of is dat toch een beetje concurrentie? Ja, absoluut. Wij hebben denk ik dezelfde karakters. Wij komen absoluut goed overeen. Dat is één familie ook. En hij is ook producer van Silver. En Peter Lutz en hij. Ja, en Wout. Dat zijn 3 kiekjes onder één. Is dat waar wat ze zegt? Ja, dat is ook zo. Dat is ook, het is heel frappant dat wij allemaal bij elkaar thuiskomen. Allemaal vrienden zijn en zo. Dus dat kan niet beter. Hè? Jammer voor de pers natuurlijk. Want het zou veel leuker zijn als we elkaar allemaal de kop insloegen. Maar dat is dus niet. Hè? Het is één grote happy family. En eigenlijk ben je nog voor een extra award een beetje genomineerd. Want je hebt ook meegewerkt aan het album van Silver. En Silver is ook genomineerd voor Best Album. Dus eigenlijk mochten die winnen, is dat toch ook een beetje een award voor jou, hè? Het zou heel fijn zijn, want het was een leuk album om te maken zo. Hè. Na heel Sylvie haar problemen prikkelen, hebben we dat eigenlijk met de album van ons afgeschreven. Dus het zou mooi zijn, moest Silver toch ook met iets naar huis gaan vanavond. Dan is eigenlijk iedereen blij, hè? Absoluut. Ja, de tijd van de show is beperkt. En als Sylvie haar speeches even lang maakt als die van jou, dan moeten wij echt iets gaan doen, want anders gaan wij voorbij de uren gaan. Heb jij voor vandaag iets voorbereid, Linda? Ik dacht juist dat mijn speeches altijd heel kort waren, omdat ik nooit niet... Allee, ik wil altijd zoveel mensen bedanken dat ik zo het kort mogelijk hou. Ik weet dat Hadis vorig jaar of zo superlang had. Dat is wel de queen, maar jij bent allee, prinses. Dus, dan ga ik gewoon zeggen, ja, bedankt dan hè, als we iets winnen. Hè. Voel je de tranen al opwellen? Nee, maar weet je, dat is zo dankbaar dat je dat wint, dat iedereen voor u stemt. En je ziet dan al die mensen naar u kijken en dat pakt mij gewoon. Soms borrelt hij mee op en soms niet. En dan, dat pakt mij gewoon. Ik kan dat niet aan doen. Ik krijg dat niet onder controle. Linda, dat maakt u net juist zo sympathiek. En zeg, de award voor Best Video, dat is nog absoluut niet beslist. Daarvoor kunnen ze nog altijd stemmen. Dus ik zou zeggen, steek even een oproep af, hè. Ik vind dat ze voor het Best Video zeker voor ons moeten stemmen. Want ik wil onze Peter van Eind dat toch ook nog wel eens gunnen. Dus bij deze.
Oké, en ze moeten dan, het is heel simpel, als ze willen stemmen voor Milk Inc. voor Best Video, moeten ze 66 naar 6667 sms'en. En dan moeten ze video 3 sms'en. Maar eigenlijk moeten we dat nu al reclame maken voor iedereen, hè, Astrid. Anders spelen we vals. Wil je dat HDC wint, dan moet je video 1 sms'en. Jasper Erkens, dat is video 2. En Elektra, dat is video 4. En dat is dus naar 6667. Ja, absoluut. Oké, ik wens jullie heel veel succes deze avond. Geef er nog een lap op, want ik weet dat jullie dood op zijn. Maar dat gaan wij zeker doen. Dood of niet, wij gaan gewoon takken afknallen. Wij verwachten jullie op de afterparty. Als jullie er niet zijn om die te sluiten, dan gaan we daar sowieso over nadenken. Eentje dan, eentje. Allee, eentje en dan wordt het dan aan het. Het verleden jaar was ietsje verder weg, nu is het vlakbij, dus dat is rappen. Kom even binnen, zou ik zeggen. Feestje maken. Oké, dat was dus Reggie en Linda. En hier zijn ze ook al meteen met hun hitsingle Blackout.